welkom bij een nieuwe aflevering van Kinderen voor Kinderen Pakt Uit. Hey, daar ben ik weer. En ook dit keer staat er weer een beroemd liedje van Kinderen voor Kinderen centraal. Daarvoor gaan twee kids uit het koor op bezoek bij een beroemde Nederlander die alles weet van het onderwerp van het liedje. En als tegenprestatie mag die BN'er dan meespelen en dansen en zingen in een gloednieuwe clip van Kinderen voor Kinderen. Pesten, zinloos geweld, niet aardig zijn tegen elkaar. Dat is het onderwerp van deze keer. Het liedje Leef met elkaar. Deze wereld is een mooi en prachtig kleurfestijn. Iemand die alles van dit onderwerp afweet is actrice Priscilla Kneteman. Zij werd als jong meisje namelijk vaak gepest door kinderen uit haar klas. Priscilla speelde op haar 10e al in de musical The Sound of Music. Ze is Charlie uit Spangas. En ze zit nu midden in de opnames van de film Fataal. De Kinderen voor Kinderen reporters Timo en Olani zijn op de filmset van Fataal geweest. Ik kom er eens even bij. Want waar gaat die film eigenlijk over, Fataal? Over zinloos geweld. En wat houdt zinloos geweld in, Olani? Dat je iemand slaat of schopt zonder dat het een reden heeft. Zeg, dat acteren, Timo. Is dat wat voor jou? Ja, zeker. En waarom? Ik vind het gewoon heel leuk omdat je je gevoelens in kwijt kan. Boos, blij, verdrietig. En dat vind ik gewoon echt heel cool. Jij gaat op camera vertellen dat we naar jullie filmpje gaan kijken, jullie reportage. Kijk naar onze reportage! Wat doen we eigenlijk vandaag hier? Nou, we zijn een film aan het opnemen over zinloos geweld. En vandaag draaien we de heftige scènes in het ziekenhuis. En wat voor rol speel jij dan? Ik speel de vrouwelijke hoofdrol. En ik speel de vriendin van degene die in het ziekenhuis ligt. Dan zitten we straks daar. Ja, en dan gaan we de scène spelen. Wow. Leuk, hè? Vet cool. Ik wil over 5 minuutjes de mensen een beetje op de set hebben. Ja. En dan gaan we draaien. Ja. Dat is goed. Als jullie dan de opname zouden willen starten, dan zouden we heel fijn zijn. Als jullie me daarbij kunnen helpen. Ja, willen wij wel. We kennen je van Charlie uit Spangas, maar hoe ben je eigenlijk bij Spangas gekomen? Ik ben bij Spangas gekomen doordat ik auditie heb gedaan. Eigenlijk voor een hele andere rol. En toen zeiden ze van, nou, wil je ook even Charlie proberen? Dus toen heb ik auditie gedaan voor Charlie. En 6 jaar later was ik het nog steeds. Komt deze film ook in de bioscoop? Nee. Jawel. Dat is wel de bedoeling, ja. Vanaf april, als het goed is. Als ik het goed zeg. En is hij dan heel spannend? Of? Heel spannend. Hij is echt heel spannend. Hij is ook wel... Ja, hij is spannend. Het is echt een dramafilm. Het is echt een hele, hele mooie film, denk ik. Geschikt voor ons? Denk het wel. Ja. Als jullie tegen heel veel heftige dingen kunnen en zo, dan wel. Ja. Als het heel heftig was, hoe wou je dan wel meedoen eigenlijk met de film? Ja, ik vind het wel heel belangrijk dat er een film gemaakt wordt over zinloos geweld. Want dat is zo'n groot probleem tegenwoordig. Dat mensen gepest worden of dat mensen in elkaar geslagen worden. Of, ja. Ben jij vroeger gepest? Ja. Ik ben heel erg gepest zelfs. Ik ben 3 jaar lang gepest. Maar ik denk wel dat je uiteindelijk, als je gewoon in jezelf blijft geloven en dat je gewoon lekker doorzet, dat je er alleen maar sterker van wordt. Heb jij nog tips voor acteren? Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat je altijd jezelf blijft. En dat je goed voorbereid naar audities gaat. Dat is altijd heel belangrijk. En dat je altijd in jezelf blijft geloven. Want je krijgt vaker nee te horen dan ja. De keren dat je het wel wordt, moet je dan denken, yes! Dan mogen jullie zo met de klapper. Dus ik ga nu zitten en mijn ding doen en dan zie ik jullie zo, ja? Oké. Ja. Zullen we het dan afspreken dat jullie mogen klappen? Dat is gewoon zo. Als ik zeg ja, en dan lees ik alles voor. Oké. Box. Stilte op de set en camera. Sleet 437, take 1. Klappen. Toen je hier werd binnengebracht, toen hebben we besloten om je met spoed te opereren vanwege dat je die in beweging bent. Laat je niet helemaal mee. Het was zo, zo spannend. Omdat pesten niet leuk is, hebben wij een liedje voor jou. Ja? Kun jij dansen en zingen? Ja. Ja. Pesten niet verpesten het zwaar, want we pesten elkaar. Hou van elkaar, geef voor elkaar. En dan wil je dat ik dit ga zingen? Ja. Maar wel met jullie, toch? Ja. Oké, oké. En niet alleen, hoor. Het is wel mooi. Oké, dat gaan we doen. Deal? Ja. Oké. Ik vind het een heel tof nummer. Ik vind het heel mooi. Het is heel schattig en het is heel mooi rustig. En ja, ik vond het wel heel tof. Met een hele goede boodschap.
Ik heb met de kids afgesproken dat ik gezellig met ze gewoon ging zingen. Dus dit komt wel goed, denk ik. Ja hoor. Amen. Ik kan niet zo lang dat geluid maken. Is goed. Mooi, een prachtig kleurvest. Dat klinkt wel, dat klinkt goed hoor. Hallo! Hallo! Hoe is het? Ja, goed, met jou? Ja, Priscilla, ik ben wel blij. Oh ja? De vraag is, ben jij wel blij? Nou, ik vind het wel spannend, moet ik zeggen, maar ik ben wel blij. Ik vind het wel heel leuk. Hoe gaat het, bedoel ik, met de voorbereiding van de solo? Supergoed. Ja? Ja, was ook een verrassing, de solo. Surprise! Ja, maar jij kan dat toch? Ja, dat hoop ik. Misschien moet ik me zorgen maken? Nee, helemaal niet. Dat is een beetje, dat probeer ik eigenlijk. Ik probeer die zorgen weg te nemen bij, want ze kan gewoon hartstikke goed zingen. Ja. Jongens, ik wil nog even een klein stukje repetitie, want... Wees nou happy dat er 1001 verschillen zijn van de bloemen. Het gaat goed, toch? Het is hartstikke goed, man! Oh, gelukkig. Kom hier! Oh. Hi, Kelly. Hallo. Hoi. We hebben eigenlijk nog een verrassing, want je mag ook de leader meedoen. Oh, oké. Okay. Let op. We schoppen en we springen op. En draai, stap, draai, stap. Zit naar de grond. Altijd. En stap. Oh, ja. Dat doen we wel even. Het was één groep. Oh, gelukkig. Ik schrok al. Ja, ik schrok al. Dat hoeft helemaal niet, hè? Nee. Dan hebben we alleen wel een klein stukje een beetje gebarentaal, toch? Deze wereld is een mooi en rustig kleurfestijn. Priscilla Kneteman. Ja. Je bent er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Want je moet solo zingen. Ja, ik weet het. Hou op. Kijk, daar staan de kids van Kinderen voor Kinderen. Ja, die hebben me heel goed geholpen, dus dit moet goed komen. Ik denk dat ik je gewoon naar de stage ga sturen. Oké. Ja? Dankjewel. Daar gaat ze. Priscilla Kneteman samen met de kids van Kinderen voor Kinderen. En leef met elkaar. Ik word er een beetje emotioneel van. Ja. Priscil. Ja, het is een zielig liedje. Het was hartstikke mooi. Dankjewel. Tenminste, ik ga zo vragen hoe jij het vond. Maar jury, Timo, wat vonden we ervan? Ik vond het echt heel goed. Ik had het niet verwacht. Hoeveel punten horen daarbij? Een 10. Echt een 10. Een 10? Sowieso een 10. Nani? 10 plus plus plus. 10 plus plus plus. Daarmee sta je tot nu toe op de eerste plek. Maar nee. Het is natuurlijk geen wedstrijd, hè? Wat vond je ervan? Ja, ik vond het heel tof. Ja. Het is zo'n mooie setting en een mooi liedje. En ik vond het aan het begin een beetje spannend. Maar als het dan eenmaal gaat, dan is het ook wel goed. Oh, jullie zijn snel! Volgende keer bij Kinderen voor Kinderen pakt uit. Je kent hem vast nog wel van Spangas. Lennart Timmerman! Je hebt het achter de rug. En dat betekent ook helaas dat het er voor nu eventjes op zit. Maar we zien je heel graag terug de volgende keer bij Kinderen voor Kinderen pakt uit.
Doei! Op 1 april is het weer zover. Dan lanceren we het nieuwe lied voor de Koningsspelen. Hupsakee! Doen jullie ook weer mee? Volg ons op kinderenvoorkinderen.nl.